Willem, we begonnen aan een nieuw seizoen. Ja. Vorig seizoen was bijna succesvol. Doet het nog pijn als je terugdenkt aan de wedstrijd tegen Meerburg? Nou, ik denk zowel de uitwedstrijd voor mij, waar we eigenlijk de kans hebben laten liggen. En maar wat ik positief vind, dat we zeker in de verloop van het seizoen hebben gezien dat we niet minder zijn als Meerburg, dat we eigenlijk nog beter zijn geworden. Ja, het is heel erg jammer natuurlijk dat je het niet redt en dan het toernooi daarna ook nog eigenlijk. Maar we moeten gewoon proberen dit jaar het maar te gaan maken dan. Ik bedoel de wedstrijd tegen Sportief. Weliswaar 1-1 gelijk gespeeld. Het spel was goed. Univ-toernooi, twee mooie overwinningen. Helaas gelijk verloren van Nieuwkoop. Tweede plaats is ook goed. Staat de groep er goed voor op dit moment? In mijn mening wel. Er zijn nog een paar jongens op vakantie, maar al zijn die weer terug en we trainen weer met elkaar, dan ben ik ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Je zegt volgende week moeten we er eigenlijk staan. Ben je al eruit hoe de eerste elf eruit gaan zien? Eerste elf, nou ik ga uit van een groep van een man van 15-16. Want er zijn natuurlijk een aantal jongens die geblesseerd zijn. Kevin Vermeut met zijn training weer schouder uit te komen. Dus er zijn toch wat mensen uit de blessures. Maar ik ga altijd uit van een groep van 15-16 mensen. Maar ik heb samen met Ed en André en Martin helemaal een beetje in ons hoofd hoe we gaan spelen. Het zal misschien wat verrassend zijn, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat iemand daar het sterk gaat houden. Want vorig jaar was het dat betreft natuurlijk iets minder spoeling qua selectie met de druk, zeker op middenveld ook. En nu met Robin teruggekomen, Thijs Vaar bij tweede. Ja, ik denk dat we gewoon wat dat betreft een stuk sterker zijn geworden in de breedte. Hoop A-junior erbij natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Positief, heel hard werk. Luc van Veen heeft natuurlijk in de voorbereiding heel goed gespeeld. Jim Janmaat, ja, zijn helaas nog één is geschorst. Dat nemen ze nog mee van de A, maar ik denk dat dat zeker jongens zijn die aan de deur gaan kloppen ook. Oké, jij bent ook een speler die het moet hebben van de sfeer rondom wedstrijden, denk ik. Daar geniet je van. Vind je het jammer dat we de derby's tegen bijvoorbeeld Altior, ja, dat die niet meer op het programma staan? Ja, net wat je aangeeft. Altior, de Kikkers die ook zijn gedegradeerd. Ik vind het jammer dat die dit jaar niet bij ons in de pool zitten. Maar ja, hopen nogmaals op de steun van vak 1. En die zullen bepaalde wedstrijden sowieso de doorslag geven dit seizoen. Ten slotte, wat is de doelstelling voor Rick de Dekker dit jaar? Mijn doelstelling is proberen minuten te maken. Zoveel mogelijk minuten en kijken waar het schip strandt. Laten we hopen dat het schip strandt in de derde klasse, of niet? Ja, okay, dat is een heel mooi omschreven. Dan wensen we jou veel succes. Dank u wel.